Oké, ik zit in de auto bij de Red. En het is super vroeg, zoals je zag. Ik had jullie meegenomen naar mijn eerste auditie. Ik hoop ook die auditie goed doe. Ik ben hierna. Ken ik mijn tekst? Nee, ik ken de tekst niet. Ken ik wel. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik had jullie ook meegenomen naar de tweede ronde van die auditie, want het was door. Ik kreeg een belletje dat ik door was. Dus nu moet ik de tweede ronde gaan doen. Ik ga nu even het boek lezen voor mijn auditie. Bedankt voor de tip. Spannend. Ik weet totaal niet wat ze gevonden. Nu zitten we al in de auto. Het is al zo ver gegaan dat we op draaidag 19 vandaag zitten van Het Geheim van Eik. Dat betekent dat ik de rol heb gekregen. Super vet. Ik speel Tim. En er zijn nog heel veel kinderen die hier meedoen in deze serie. Maar het is super vroeg en we zijn best wel moe. Het redje. Zet. Oh, we hebben zelfs wilde paarden op de weg hier zo. Marja. En er is ook nog een hele speciale diersoort, maar die zit achter in de bus. Auw. Dat is Robert. Dat is een hele speciale diersoort, oftewel de man achter alle plamuursels op de gezichten. Gevaarlijk. We zijn er. En we gaan nu draaien daar boven op die berg. Leuk bij de grote ek. We gaan nu alleen een leadershotje opnemen. En dat is zeg maar een leadershot is wat je in het begin van de aflevering ziet. Gaan we even opnemen voor de boskinderen. Dat ze gewoon langs de eik lopen. Het is hier zo mooi, jongens. Het is nu pas 8 uur 's ochtends, dus laat staan. Geert, hoe noem je zo'n camera? Dit is de Ronin DJI. Daarmee kan je hele steady shots maken. Daar gaan we. Lopen we al. Naklap. En actie. De regisseur is gebeten door een take. En nou kan hij niet opletten of het shot wel goed is. Drama op de set. Hé, dat leadershot zag er cool uit, man. Ja? Ja, die waren echt zo mooi. Het is helemaal vies gemaakt door Robert. Ja. Nu gaat het alleen nog maar om Reko en mij vandaag. Ja, wij gaan lekker filmen samen. Emma en Niek. Hey, we gaan met jullie aan de slag. Yes, ja, let's go. De eerste scène. Tim daagt Reko uit voor een sprintje. Zo heet het. Hey, zij is een boskind, dus zij kan veel harder rennen dan Tim. Eerste scène staat erop. We zijn echt kapot. We moesten rennen. Wow, yo. Maar hij staat erop en hoe ging het geluid? Lekker. Mooi. We gaan nu verplaatsen naar een soort klein riviertje. Oh echt? En daar gaan we dan als volgende scène doen. Straks komt er een wild zwijn naar de set. Geert, hoe vond je het net gaan, de eerste scène? Of nou, voor jou dan het wel de tweede? Zoenen, dat kon nog beter. Zoenen? Ja. Oké, jij hebt andere dingen gezien. Ik krijg meer kans. Top, dankjewel. Ik ben nog niet zo ervaren met zoenen, dus dat... De eerste keer is altijd moeilijk. De eerste keer is altijd moeilijk. Het lijkt als Falco heel sterk is, maar het is gewoon piepschuim, jongens. Falco die draagt gewoon een plaatje piep. En we gaan nu verplaatsen. De acteurs hoeven natuurlijk niks te dragen. Als je zo'n type als Emma bent, dan is het zwaar genoeg. Hallo. Oké, niet te dichtbij komen, alsjeblieft. Oké, ik ga wel weg. Ja, dat is heel leuk, zo'n paard. Toen heb je toch weer een mooie locatie uitgezocht, Ron. Ja, ik hou van Bosch. Tim is een beetje verliefd aan het worden op Reko in de serie. En Reko wilde niet toegeven, maar ze vindt Tim ook wel leuk. Stiekem wel. Er was net een jager in het bos, maar er zijn nog twee hele bijzondere mensen in het bos. Dat zijn de labmannen. En die hebben zieke guns. Hoppakee. Hoppata. En knallen. Bam, bam. Wij gaan ons dus verstoppen voor deze mannen, want wij denken, wie zijn dat? Wat is dit voor een logo? Ik heb jullie nog niet over verteld, maar dat is een geheim bedrijf in deze serie. Gentopia. En zometeen op de zwijn. Misschien moeten we dan wel een andere scène eerst kiezen. Oh, misschien rennen. Er is een probleem met het zwijn, want hij wil de wagen niet in. Dus dan gaan we misschien eerst een andere scène opnemen, omdat het zwijn niet wil komen. Jee. Zwijnen zijn moeilijke beesten. Dus ik heb het ook heel moeilijk met Emma. Fuck you. Goed te doen. Goed te doen. Hij is ook van het licht. Is het moeilijk in het bos licht maken? Ja, want als je even naar de andere kant kijkt. Ja, want daar aan de overkant staat de lichtbus. En als je alles wat je van licht moet hebben, moet dus helemaal hier omhoog komen. Ja. En dat is nogal een dingetje. Falco mag niet in beeld, want hij is een beetje raar. Stokstaartjes. Stokstaartjes, zie je nog? Stokstaartjes. Hij gaat de hele dag over stokstaartjes. Ik weet niet of het een goed idee is. Ja, gewoon even wegsturen die paarden toch? Even je handen klappen. Wortels, lokken, weet ik veel. Niet aan de lichtbus eten. Zit de paard aan de lichtbus te eten? Fenne voor Jacco, zit de paard aan de lichtbus te eten? Wat moet ik doen? Ik ga tegen een zwijn praten. Ja, ik ga tegen een zwijn praten. Waar is die dan? Het zwijntje. Zo schattig ben jij. Hallo. Niet zo'n mensenvriend, of wel? Nee, hij ruikt nu lekker eten en weer. Je hebt in je hand wel. Ja. Wel je benen. Nee, het hoeft niet bang te zijn. Attentie voor een opname. Attentie en actie. Niet bang te zijn.
Oké, nou, ik heb net de scène gedaan, maar dat zwijn werkte dus niet mee, zoals je zag. We gaan nu één shotje maken op het zwijntje, dat die is nu rustig. Die was gewoon in de stress, iedereen zat hem aan te kijken, iedereen gaf druk op hem. Ik snap dat, dan blokkeer ik ook. Dus we gaan nu achter ons dat opnemen met het zwijntje. Ik snap wel dat hij het heel jammer vindt dat hij nu weer naar huis moet, het was zo gezellig. Ach, arm beestje. Arm beestje. Nou, hij heeft het goed gedaan. Hij zag er heel mooi uit. We zitten bij lunch en ja, ik heb een heel mooi roze schort aan. Maar anders wordt onze kleding vies en dat willen ze niet. Alhoewel, mijn broek is wel helemaal vies van het rollenbollen met haar. We hadden gisteren een stunt scène, dus hey, no offense. En we gaan nu eten, G. Oké, we zijn weer naar boven gerend. We gaan nu weer beginnen met filmen. Rekon en ik sluipen door het bos, zien een paar gekke jagers. Vervolgens besluit Tim iets heel raars te gaan doen om naar beneden te gaan flikkeren. Rekon en ik zitten er een beetje doorheen. We hebben net ongeveer 3 kwartier in dezelfde houding achter een boom moeten zitten. Het was echt geen pretje. Dit was wel een heftige scène van allemaal. Vallen, achter een boom zitten, er kwamen jagers op ons af. We gaan nu naar het huis van Welmoed. Yes! Mooie natuur. 25 minuten rijden naar locatie 2. Het huis van Welmoed. Ik ben nu even mijn sens aan het leren, want het is nog best wel wat tekst. Echt enorme haast net op bij de holding. Dat is echt bizar. Iedereen rennen, vliegen. Nu kom je bij mijn auto. Was een beetje zeggen. Ja, maar Dorette heeft een soort vibe waardoor iedereen vrolijk wordt. Dus voor al je feesten en partijen, als je vrolijkheid zoekt, ik heb het nummer van Dorette. Laat het weten in de reactie. We zijn op de set. Het is een heel mooi huis waar ik later met Emma ga wonen. Geintje. Oeh, Jasper! Iedereen heeft sokken in zijn broek. Anders worden ze gebeten door teken. Dus nieuwe swag is tekenproef. We gaan nu de allerlaatste scène doen bij het huis. We hebben net een paar scènes erop geknald. Nu nog één scène bij mij. Rekel dat we het huis binnen gaan. En Tim denkt heel slim te zijn om een ladder te pakken. Maar er ligt gewoon een sleutel hier op het kastje. Tim wordt wederom een beetje dom. We gaan nu heel snel opnemen, want we lopen al heel erg uit. We zijn gerapt voor vandaag. Ja! De laatste scène was gewoon letterlijk één shot. Ze hebben het aangepast omdat we anders nog meer gingen uitlopen. Wij lopen nooit uit. We zijn uitgelopen vandaag. Zo naar. Nee, we lopen nooit uit. Loop jij maar uit het hokje dan. Maar we gaan nu naar de wrap up, want we hebben honger. Like always. Ja. Dag, huis van Welmoed. I see you later. Ik vraag me af waarom jullie me volgen. Ik vind het een beetje eng. Wil je de dingen aan doen? Ik ben thuis, het is inmiddels al bijna donker. Ik ga even douchen, want ik ben smerig. En ik ga me controleren op teken. Want onze opnameleider had laatst een paar teken in zijn tilbal. Dus hartstikke lekker. Dus ik ga even checken of ik niet ook gestoken ben. Of gebeten. En daarna ga ik lekker slapen. Vond je dit een leuke video? En wil je dat ik jullie vaker meeneem naar de set van Het Geheim van Eik? Laat dat even weten in de reactie, want dan ga ik het vaker doen. Volg me even op social media, Instagram, Facebook, Twitter. Later. Later, ja. Dank je.